Bij Autocleaning van Vonderen in Boxmeer is het heel gewoon. Na behandeling is uw auto weer fris en schoon. In Sint-Agata vindt vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus voor de vierde keer het Staagje Beach Event plaats. Mario Kaspers, door wie wordt dit georganiseerd? Wordt georganiseerd door Jeugd en Jongerenwerk het Staagje. Hoeveel vrijwilligers zijn daarbij betrokken? We hebben op dit moment 20 vrijwilligers die hier werken. En tijdens de organisatie van de beach lopen er een man of 30 rond. En hoeveel leden telt de vereniging? We hebben op dit moment 60 leden. Wie mag er allemaal lid worden? We hebben dit jaar voor het eerst een nieuwe stelregel ingepast. Alle kinderen die in het Land van Kuik wonen kunnen in principe lid worden van de vereniging. Wat doet de vereniging zoal? Want nu is het dan inderdaad een beach event. Maar wat is de rest van het jaar het programma? We hebben 4 clubavonden. Alle leeftijden in groepen ingedeeld. En daar gaan de kinderen dus spelletjes doen in het Staagje. Er worden knutselactiviteiten gedaan. De kinderen gaan buiten voetballen. Er wordt van alles ondernomen. En één keer per jaar wordt een kamp georganiseerd. Dan gaan alle kinderen naar het kampterrein. En dan zitten we de hele week in de bossen in lege tenten. En er worden overnacht daar en allerlei spelletjes gedaan in de bossen. Dit is het vierde jaar dat het beach event georganiseerd wordt. Hoe is dit ontstaan? Het is ontstaan in onze 60-jarige jubileum. We bestonden 60 jaar en dachten we, wat moeten we gaan doen? Dus zijn we dit gaan organiseren. En vervolgens was iedereen zo enthousiast over dat we het volgehouden hebben. Dit jaar voor het eerst een andere locatie? Ja, dit jaar hebben we eerst een nieuwe locatie. We zijn gaan verhuisd naar dit gebouw, de MFA hier. En het voordeel van dat we hier de twee velden hebben kunnen maken. Dus we hebben wat kunnen meer deelnemers plaatsen. Hoeveel teams doen er dit jaar mee? Dit jaar hebben we 20 teams die meedoen. Hoe ziet het programma er aankomend weekend uit? Vrijdagavond gaan we eerst starten met de jeugd. De jeugd hebben allerlei spelletjes. Die gaan voetvolleyen, trefballen en volleyballen zelf. Dit is van 6:30 tot 10:30. Dan is het programma afgelopen. Zaterdag hebben we een programma voor de volwassenen en voor de jeugd. De jeugd begint ook rond 10 uur. Die hebben ook een heel programma met alle spelletjes. Dat is een luchtkussen, dat zijn alle activiteiten. Tussenmiddag is er een picknick georganiseerd voor de kleine kinderen. En vanaf 10 uur begint het toernooi voor de volwassenen. Het programma voor de jeugd op zaterdag, kan daar nog voor aangemeld worden? En wie mag er meedoen? In principe kan iedereen gewoon zich aanmelden. Op de dag gewoon komen en dan kun je meedoen. Degene die meer informatie wil hebben, waar kan die terecht? Ze kunnen informatie zien op onze website. Dat is www.staagje.nl. Daar staat het een en ander beschreven. Ook het programma staat erop beschreven. En mochten mensen meer informatie hebben, dan kunnen ze naar een van de bestuursleden bellen die op vermeld staan.